Zo klonk het concert voor twee violen en strijkers BWV 1043 van Johann Sebastian Bach. Met solisten Quirine van Hoek en Reinier Rijngoud samen met hun collega's van Combattimento. En het klinkt hier in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam tijdens dit zondagochtendconcert op 25 december 2016. Muziek hoorden we van Pachelbel, Corelli, Telemann, Manfredini en deze Johann Sebastian Bach. En eerder ook hoorden we Bram Kreefmeijer als solist in dat hobo-concert van Georg Philipp Telemann. Alle leden van Combattimento op het podium in een half maandje, zoals dat heet. En allemaal een, ja, nou, het is een fraai kerstboeket hoor. In rood-wit-groen. Eerst de dames en dan de heren. Ja, Sebastian, die weet hoe dat hoort. De leden van Combattimento vandaag waren Reinier Rijngoud, Quirine van Hoek, Johan Olof en Marjolein Boersma viool, Marjolein Dispa altviool, Wouter Meinders cello, Erik Olsman contrabas, Søren Leupold chitarone, Pieter Dirkse klaversymbool en Bram Kreeftmeijer dus
Hobo.